Hallo mensen van Little Gaming, deze keer ben ik er met een tutorial van de Iron Golem Farm die ik in mijn survival serie heb gemaakt. Ik heb even een nieuwe wereld, Flat World, geopend en hier ga ik laten zien hoe je het moet bouwen. Oké, eerst wat je moet doen is natuurlijk een village vinden. Daarvan neem je natuurlijk de villagers mee naar je basis. En dan maak je een breeding cell. En wat je dan wil doen is een paar blokken omhoog gaan. Dit is wel genoeg. 5 blokken. Nou, doen we 6. Dat is makkelijker. Oh ja, wat je ook wil doen, dit moet je niet in de buurt van een al bestaande village maken. Want dan wordt het een grote soep van iron golems die buiten je ding spawnen en zo. En dat is juist niet wat je wil. Mijn advies is dus om een afstand te bewaren tussen je village, naar een village en je iron golem farm. En zoals je ziet is er bij mij geen één village in de loaded chunks. En als jij dat ook hebt, perfect. En anders is het aangeraden om 100 tot 150 blokken afstand tussen jou en het verste huis in de village. Vanaf hier gezien het dichtstbijzijnde huis van de village. Oké, wat je eerst wil doen is... dit doe ik trouwens met... iron. Toepasselijk. Is een vierkant te maken van 20 bij 20. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 20. 20 bij 20. Dus hier en natuurlijk hier ook. En dan worden dat gewoon opvullen. Ik gebruik World Header daarvoor. Maar als je dit in survival doet, dan natuurlijk niet. Oké, dan ben je daar klaar mee. Dan moet je overal een drie hoge muur bouwen. Dus 1, 2, 3 en dan zo overal omheen langs de hele rand. Dat ben ik trouwens vergeten te zeggen. Als je hier klaar mee bent... Nou, dat vertel ik zo ook wel. Dit is het aangeraden om met blokken te bouwen die enemies niet kunnen pakken. Je weet maar nooit, ze zijn af en toe heel irritant en pakken gewoon een random blok uit je huis weg. Dus om dat te voorkomen bij je iron golem farm, gebruik blokken die enemies niet kunnen oppakken. Zoals iron blocks bijvoorbeeld. Alleen die zijn erg duur, dus ik zou even een alternatief zoeken. Ontwerp... De tutorial die ik heb gebruikt is van Dokkum77. Ik zet de link hieronder. Die is in het Engels. Dus ja, als je voorkeur hebt aan Engels, gebruik die dan. Wat je wel dan wil doen is hier overal in elke hoek dit plaatsen. Gewoon 2 omhoog en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is een blok. Aan deze kant hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vul je deze overige 4 in. Zie. 4. En dan moet je deze hoger doen. En dan moet je dan bij alle doen. Bij alle kanten. Als je daar klaar mee bent, dan moet je overal hier deuren plaatsen. Zo. Kom op. En dan heb je flink wat deuren. In mijn survival wereld heb ik dit uitgebreid door hier nog deuren op te zetten. Hier zo'n lijn of zo. Dat is niet nodig. Dat heeft namelijk geen effect op het aantal iron golems. Wel op het aantal villagers dat je uiteindelijk zult krijgen. Maar dat maakt eerlijk gezegd niet uit
voor hoeveel iron golems je krijgt. Oké. Okay. Dan heb je alles al allemaal geplaatst. En wat je dan wil doen is hier water in plaatsen. Nou, je moet eerst 4 tijdelijke blokken daar plaatsen in elke hoek. Dirt ofzo, sneeuw. Zoiets. Als dat, dus geen steen. Ja, kan wel als je een goede pickaxe hebt. Maar anders is het niet aangeraden. En wat je dan wil doen is overal hier water plaatsen. Daartussen. Ook ervoor zorgen dat het goed in de hoeken daar zo zit. En als je dat hebt gedaan, zul je het midden hebben gevonden. Namelijk daar. Die kun je alvast weghalen. Zo. Daar vallen de iron golems dan door. En het wordt nacht. Zo. Dan wil je die blokken hier zo weghalen. En daar zo water plaatsen. En dan zie je, het stroomt allemaal nu naar het midden toe. Je ziet zo'n lijntje lopen. Perfect. En dat herhaal je natuurlijk bij de rest ook. Dus die weg en dan eentje hoger. Een waterblok. En dan zie je hier mooi overal naartoe gaan, naar het midden. Dan wil je flink wat tortjes pakken. En die stop je hier. Doe je om en om. Afgezien van hier. Daar heb je een gat van 2. Hier zo in het midden. Je kunt ook zeggen dat je dit helemaal zo opvult. En dan daar ook. Want dit is om ervoor te zorgen dat er geen zombies en dat soort irritante beesten hierin spannen. Maar echt alleen iron golems. En de reden dat ik ze oversla is... Nou ja, je bespaart wat. Het is niet veel, maar het is wat. Oep. Die niet. En hier ook. En zo. En dan heb je hier genoeg licht. Dan moet je ervoor zorgen dat er een tweede verdieping in komt. En dat doe je door hier bovenaan. Een ring. Oh, wat faal. Oh, dear. Gewoon hier overheen bouwen. Wauw. Het bouwen gaat niet goed vandaag. Hopelijk gaat het bij jullie beter als jullie dit bouwen. Denk het wel. Zoals dit. Nog de laatste deel. Oké. Okay. En dan moet je dit eigenlijk helemaal opvullen. Afgezien van de middelste 4, net als hier. Dus dat moet je dan doen. Daarna moet je overal een 2 hoge muur bouwen. Dus dat is weer een zaklusje. Maar het moet. En dat moet je dus overal doen. Daarna moet je weer precies hetzelfde doen met het water als hieronder. Dus als je niet hebt opgelet, plaats blokken, 4 stuks, tijdelijke blokken. In de hoeken. Zoals dat. Dan doe je overal water. Hier ook eventjes. Zo. Dan haal je. Ja, natuurlijk moet je daar dan ook allemaal doen. Maar als je deze twee kanten hebt, dan kun je bij deze al dit weghalen. En daar water plaatsen. En dan moet je dan herhalen overal. Totdat het overal met water gevuld is. Dan wil je net als op de vorige verdieping overal tortjes plaatsen. En dan gewoon zo. In dit geval. Moesten we even kijken. Zo. Als dat. Daarna wil je villager een plek geven. En dat doe je door hier en hier 5 blokken uit te gaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En hier ook 2, 3, 4, 5. Dan vul je dit op. Dan heb je een gebied hier open van 4x4. Check. Check. Dan vul je dat ook op. Zo. Jo. En dan wil je een... Wauw, daar helemaal. Nee, daar dus niet. Een 2 hoge muur bouwen. En dan overal omheen.
plaatje in de hoeken water. De reden daarvoor is omdat vele mobs gewoon door muren en zo heen kunnen bukken. En door hier water in te doen, worden ze allemaal naar midden geduwd. Daarna heb je licht nodig. Hoe ik het heb gedaan is op deze manier. Zodat er genoeg licht is. Daarna wil je wat trapdoors pakken. 4 stuks per cel. Om het zo maar te doen. Plaats je blokken zoals dit. Wacht even. Sorry, ik bedoel niet. Oh. 2 hoge muren, ik bedoel 3 hoog. Foutje. Kan gebeuren. Zoals dit. Dan maak je wel die ring. Zo. En dan plaats je trapdoors. Het slimste is om aan de onderkant te plaatsen, want dan kun je hier zo staan, naar beneden kijken en ondertussen nog met villagers kunnen treden. En dat doe je aan alle kanten dan. Oké. Een ander advies is plaats op die hoeken torches of doe half slabs hierop, waardoor er geen monsters op kunnen spannen. Dan zijn er 2 manieren om villagers in de hondingcels te krijgen. Je hoeft er maar 2 per cel te krijgen. Hier 2, daar, daar en daar. En voor de rest gaan ze vanzelf breeden. En dan krijg je er genoeg om iron golems te spannen. Eerste manier is om... Dat heb ik trouwens gedaan in mijn survival wereld. Ik ben erachter gekomen dat dat niet de beste manier is natuurlijk. En dat is gewoon door zo'n spoor te hebben, ze dan naar boven te laten rijden in een minecart. En dan gewoon erin te duwen. Dan vallen ze daarop. En dan kun je... Nee, niet erin. Hem laten vallen. Maar dan zitten de minecarts daar wel, dus die moet je slopen. En dan moet je er zelf weer uit kunnen. Maar dit is... geen goede manier. Ik ben namelijk met een veel makkelijkere manier gekomen. En het wordt weer nacht. En dat laat ik nu zien. Je gaat namelijk hier zo naar beneden. Je haalt... je kijkt hier naar de hoek. En je gaat eentje aan allebei de kanten naar binnen. Haal die weg. Plaats een... sign. Naam kwijt. Dan plaats je natuurlijk weer tijdelijke blokken. Zo. Oeps. En hier zo een platform. Zo. Dan ga je om het blok een sign plaatsen. Op zo'n manier trouwens dat je... De laatste, nadat je meteen in het water springt, als je 1 keer springt. En dan moet je bij die laatste ook water plaatsen. Zodat je gewoon naar boven kunt zwemmen. En dat is trouwens ook een makkelijke manier om naar buiten te gaan. Is misschien wel handig ook om voor mij om in de survival serie te maken. Wat je dan wil doen is deze kunnen weg. Je zorgt ervoor dat je villagers hier in de buurt krijgt. Bijvoorbeeld met de minecart rij je hem tot hier of zo. Dan zit hij hier. Wacht, kan ik net zo goed laten zien. Dan heb ik deze weer nodig. Wow. Die niet meer. Even kijken. Dat. Ja. Oh ja, en ik wil hem nog doden. Oh, maakt niet uit. ik heb er dus al eentje. Maar wat je bijvoorbeeld kunt doen is hier zo en dan... Zo. Dan haal je die weg. Plaats je daar een blok. En dan haal je de minecart weg. Wauw.
Glitchy. Wacht. Hier, als dit gebeurt, moet je even relocken. Dus even eruit en dan weer opnieuw erin. Oké, dat heb ik heel even gedaan en nu zit hij wel goed. Nou, dan sla je hem één keer, dan springt hij en dan gaat hij vanzelf omhoog. En dat kun je eigenlijk blijven herhalen. Maar ik ga het even... Oh, trouwens, er zitten nu al twee in. Dus die zullen als het goed is gaan breeden. Ik hou het even open, zodat we dat goed kunnen zien. Maar... ik ga overal gewoon twee villetjes doen. Wauw. Ik lek een beetje. En hier dan ook nog. Zo. En dan krijgen ze vanzelf genoeg kinderen. Nou, oké. Je ziet het al. Ze zijn bezig. Oké. Wat je dan wil doen. Het bouwen van de spanning deel is klaar. Wauw. Ik ga even kijken of mijn computer ergens mee bezig is. Wacht heel even. Oké, dan ik ben weer terug. Even wat dingen afgesloten. Wat je dan wil doen is... even kijken. Drie blokken aan alle kanten naar beneden. Je kunt een paar kanten van glas maken. Of ze allemaal van glas maken. Als je dat wil. Oké, wat je dan wil doen is... hier even een paar tijdelijke blokken plaatsen. En... oh, wat fout. Zo. En dan je chest. Maar kan ook gewoon zo. Zoals dit. Hoppers erin. Zo. Zo. Oké. Wat je dan wilt doen is... op twee hoog overal signs plaatsen en één lava bucket er vlak boven. Op die manier vallen de iron golems erin en gaan ze dood, maar jij hebt er natuurlijk geen last van. Je kunt het trouwens ook open laten als je wil, want ze kunnen er toch niet uit zolang het maar een gat is van twee hoog en niet meer. Ja, dan kun je het eigenlijk nog wat beter afsluiten. Zoals dit. Ah, oké. Als je hier bovenop nog meer Iron Golem Farms wilt hebben, dan ga je hier op deze hoogte een blok plaatsen. Druk je op F3. En dan moet je kijken naar de I. Nou, in mijn geval is dat I10. En dan moet... je 70 blokken, nou 70 bij optellen, dus mijn ei moet in mijn geval, ik herhaal dat even voor de duidelijkheid, in mijn geval, moet dat dus 80 worden. 10 plus 70 is 80. Dus moet je helemaal naar boven bouwen, zoals deze, op deze manier, totdat je 80 hebt gehaald. 80. Oké. En wat je dan doet is hier gewoon weer... je 20 bij 20 vlak bouwen. Deze richting op. En dan de rest gewoon hetzelfde. Natuurlijk ga je daar dan verder bouwen. Ik doe dat even niet. Wat je wil doen als je zo'n groep als dit horizontaal ergens verder weg wilt hebben. En dan kun je natuurlijk daarboven ook weer zo eentje plaatsen. Is je kiest een kant. Het slimste is bijvoorbeeld als je in die kant een village erg dichtbij hebt, dat je niet die kant opbouwt, maar bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld gewoon daar naartoe dan. Dus dat is gewoon advies, dat ze om te voorkomen dat je te dicht bij de villages komt. Oké, wat je wil doen is dan een blok plaatsen weer daar. Hier kan ook eigenlijk weer. En dan gewoon 65 blokken die kant op gaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan zo door tot 65. Oké, aangezien ik natuurlijk
Ja, als je dit hebt gehaald, moet je natuurlijk weer hier beginnen met bouwen. Maar je kunt het trouwens beter niet bij die lange pilaar doen, maar er toch naast. Dat is wat makkelijker. Dan kom je nou ook hier zo uit. En dan kun je hier op deze manier weer beginnen met je 20 bij 20 vlak. En dan doorbouwen. Oké, als je dus daar ook je toren hebt gebouwd, zoals je hier zou moeten hebben. Wauw, ik lek heel even heel erg. Ik weet nog steeds niet waarom. Een trucje wat erg handig kan zijn, is om daar een dropper te plaatsen. En dan deze allemaal erin te laten gaan. Oh nee, wacht. Ik doe het fout. Ik bedoel, daar zou je dropper. En dan zo. En dan ga ik een systeem even ergens anders laten zien, want hier is niet genoeg ruimte voor mij. Je moet namelijk ook een stukje onder de grond, in dit geval. En daarvoor is het net niet te doen. Dus dat ga ik ergens anders bouwen. Hier zo. Even wat blok omhoog. Ik plaats daar een dropper. Met een repeater. Blok hier met een torch. Dan op deze manier twee droppers. Ik bedoel hoppers plaatsen. Dan plaats je hier zo deze en daar dan deze. Dus in dit geval, als er dan iets in zit, dan blijft het eruit schieten. Zo. En dat kun je dan bijvoorbeeld daar zo plaatsen en bij je toren daar. En dan allebei richting het midden naar je collection plek. En dan kun je door middel van ice, half slabs en, dit heb ik niet nodig, water. Dan een mooi systeem maken. Dus zo ijs laten lopen. En hier aan de zijkant blokken. Zoals dat. Hier ook. Dan plaats je hier water. Kijken waar die stopt. Plaats je een half slab aan de bovenkant. En plaats je weer water. Oeh, bij mij stond het naar beneden. Niet goed. Bijna, zo. En dan kun je bijvoorbeeld hier zo je chest room maken. Op deze manier. Eén tip wel, sluit het allemaal goed af. En ook hier. En je kunt ze trouwens ook dan een bocht laten nemen. En dat doe je dan gewoon door hier zo verder te laten stromen. Zoals dit. Dan sla ik dit heel even af. En dan kan het zo bijvoorbeeld een bocht om. Maar dat is natuurlijk wat jij persoonlijk wilt hebben. En ijs is niet noodzakelijk, maar het gaat daardoor wel een stuk sneller. En dan komen de spullen dus die hierin zaten. Die schieten dan hier allemaal daarin en komen ze in je chest. Dus dan kun je een centrale plek hebben waar alles samenkomt. En dat was het dus weer voor vandaag. Like, abonneer en tot de volgende keer. Doei!